In dit filmpje gaan we kijken naar de diode. En we bekijken daar een aantal dingen van. Dat is natuurlijk de voorbeelden. We gaan in op verschillende eigenschappen van de diode, zoals de drempelspanning en de speerspanning. We bekijken datasheets, het leveringsprogramma van leveranciers. We bekijken in schema's hoe diodes eigenlijk gebruikt worden. En we doen ook nog een korte simulatie. We bekijken eerst een paar voorbeelden. En laten we eens kijken wat we dan hebben. Ik heb hier wat verschillende typen bij elkaar gevonden. En ik zou willen beginnen met, laten we zeggen, de gewone diodes. Dat is dit groepje. Natuurlijk de bijzondere diode die wij kennen als LED. Dan hebben we de gelijkrichtdiodes, die zijn verpakt als een complete gelijkrichter. En we hebben hier nog wat speciale LED's in de vorm van een 7-segments display. Nou, dan hebben we hier nog een vermogensdiode. En hier hebben we nog een infraroodontvanger, dus een fotodiode. En hier is nog een puntcontactdiode. En dan heb je de meeste variatie wel gehad. Nou, laten we eens kijken naar een gewone klein signaaldiode, zoals deze blauwe. Je zult het misschien niet geloven, maar er staat echt een code op. Maar daar heb je eigenlijk al een looplamp voor nodig. Dit is een standaard klein signaaldiode, dus dan moet je denken aan een BAT 85 of een 1N4148. Het is wel te lezen, maar dan moet je eigenlijk gewoon standaard werken met een looplamp. Of wat ook mogelijk is, is dat je, ik pak even mijn telefoon erbij. Als je een zaklampje hebt op je smartphone, dan wil dat ook nog wel eens helpen. En nu zie ik inderdaad staan BAX16. Dus dat werkt redelijk goed. Een andere variant is de zenerdiode. Dus de diode die in het doorlaatgebied functioneert als een gewone diode. En in het spergebied functioneert op basis van een vaste spanning. Nou, hier zie je zo'n dingetje. En je ziet hier de code staan BZX33. En die 33 die staat voor de zenerspanning. Dus dit is een 33 volt zenerdiode. Als je hier spanning overheen zet, dan staat er constant 33 volt over die zenerdiode heen. Nou, een bijzondere uitvoering en altijd interessant om naar te kijken is deze puntcontactdiode. Ik vermoed dat dit een germaniumdiode is, een wat uitstervend ras. Maar ze zijn van helder glas gemaakt, dus het is interessant om daar eens in te kijken. Meer dan dat is het ook niet hoor. Het functioneert verder als een gewone diode. Als je wat meer vermogen wil, dan kom je bij dit soort modellen terecht. En je ziet al meteen aan de vorm dat hij veel meer vermogen kan dissiperen. Maar verder is de werking precies hetzelfde. Dan de opto-elektronica, zoals het genoemd wordt. Dus allerlei diodes die in verschillende vormen zijn gegoten. Natuurlijk de standaard LED, maar ook LED's met een speciale vorm. Of LED's in een speciaal houdertje. En natuurlijk het 7-segments display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diodes zitten hierin. En dat ding heeft dus ook... maar liefst 10 pootjes om dat allemaal aan het werk te krijgen. Nou, de laatste bijzondere groep is de groep van gelijkrichtdiodes. En die worden vaak in één huisje ondergebracht. Normaal heb je voor een dubbelzijdige gelijkrichting 4 diodes nodig. En als je die 4 diodes nou in één huisje zet, dan is dat best handig. Want dan heb je één complete gelijkrichter in je handen. En je ziet hier ook opstaan, en dan moet ik even goed kijken, plus, min, wissel, wissel. Dus de wisselingangen die komen straks van het transformatorsignaal en de plus en min uitgangen die gaan verder naar het vervolg van de voeding. En hiermee heb je dus een complete gelijkrichter waar 4 diodes in zitten. Er zit een gat in en dat betekent dat ik dit ding kan monteren op een koelplaatje. En dan kan ik er meer vermogen uit halen. Nou, een extreem geval is natuurlijk deze. Die is helemaal van metaal. Heeft dezelfde functie verder. Maar je kunt hem met een dikke bout op een koellichaam schroeven.
En je ziet ook dat hier gebruik wordt van die schuifterminals. En dit is echt bedoeld voor grote vermogens en dat wordt dus ook niet gesoldeerd. Want de soldeertin die zou gewoon weer smelten bij de toepassing. Nou, je ziet hier nog twee toepassingen van gelijkrichters. Hoe zit dat nou in de praktijk? En we kijken even naar deze voedingsprint. En ik zit even te zoeken waar dat zit. Ja, hier zie je een hele kleine gelijkrichter met vier pootjes. Dat ding heet D1 en in de codering kun je zien, op de print kun je zien dat hier twee wisseltekentjes staan en hier aan de onderkant staan een plus en een min. En dat is dus de gelijkrichter die hier gebruikt wordt. Een andere manier van gelijkrichten is natuurlijk het gebruiken van vier losse diodes, dat kan ook. Dat is meestal iets goedkoper in aanschaf, maar het is ook wat meer werk. Dus bij grote industriële series wordt dat wat minder vaak gebruikt. Even zoeken naar nog wat andere toepassingen van diodes. Nou, hier is een andere vorm van diodes. Dit is een metertje waarin leds worden gebruikt. Ja, het zijn ook diodes. En dit kun je gebruiken als een voltmetertje. Ander gebruik van diodes. Gaan we even kijken naar deze print. Ik zit even te kijken. Dit is het binnenwerk van een fax, denk ik. Er staat HP op. En er zit een RJ11 aansluiting op voor een telefoonlijn. En hier zie je een aantal standaard diodes, deze vier standaard gelijkricht diodes. Hier zie je nog wat klein signaaldiodes zitten. Hier zitten nog een paar klein signaaldiodes. En dat is zo'n beetje wat je kunt zien. We moeten nog even kijken naar de codering van diodes, want we hebben natuurlijk al begrepen dat die dingen een anode en een kathode hebben. En hoe wordt dat nou gecodeerd op zo'n diode? De kathode is het streepje en de anode is vanzelfsprekend de andere kant. Dus de kathode negatief, anode positief. En ik kan zo'n diode ook meten. En daar gebruik ik deze meter voor. En deze multimeter, niet alle, maar deze dan toevallig wel, heeft een meetbereik waarbij ik een diode kan meten. En dat kan ik nu eventjes instellen en dan staat hij op overload. Nou, er is ook nog niks aangesloten, dus dat kan kloppen. En mijn plussnoer zit aan de plus en mijn zwarte snoer zit aan de common. Let even op de kleuren van de meetsnoeren. En nu kan ik een willekeurige diode pakken en die ga ik in doorlaat aansluiten. Dat betekent dat ik de plus aansluit op de blauwe kant en de min sluit ik aan op het zwarte bandje, dus dat is de kathode. En wat ik nu aflees is de doorlaatspanning van de diode, de drempelspanning. En die is in dit geval 593 millivolt. Dus ongeveer die 0,6 volt die we steeds gebruiken in de theorie, als we de concepten bespreken. Als ik de diode omdraai, dat kan natuurlijk ook, dan sluit ik hem aan in SPER. En dan zou er niks mogen gebeuren. Nou, deze meter laat dan overload zien. Maar in ieder geval, het functioneert niet zoals het bedacht was. We kunnen ook nog een andere toepassing van de optoelektronica is de infrarood LED. Als ik hier nu een functie op induw van deze afstandsbediening, dan kan ik helemaal niet zien of dat werkt. Nou, via deze camera misschien wel, maar ik kan het zelf niet zien. Daar hebben we wel weer ook een trucje voor. Ik pak de camera van mijn smartphone en dan kan ik zelf keurig zien op mijn schermpje dat deze afstandsbediening in ieder geval functioneert. Dus dat is een hele eenvoudige en effectieve test. En dat is het verhaal van de diode. Nou, daarmee hebben we wat voorbeelden bekeken. En laten we even ingaan op deze aspecten van die diode, hoe dat nou eigenlijk in elkaar zit als je het hebt over het gedrag van de diode.
Hier staan verschillende termen geformuleerd. Drempelspanning, sperspanning, spanning en stroom. En laten we eens even in een grafiek kijken hoe dat in elkaar zit. En ik teken daarvoor een standaard X-Y-assenstelsel. En de bedoeling daarbij is dat ik een diode ga aansluiten op een spanningsbron. En die spanningsbron is even een gelijkspanningsbron op deze manier. En je ziet al meteen dat de anode van de diode, ik zal hem even een beetje uitvergroten. De anode van de diode is aangesloten blijkbaar op de plus. En de kathode is aangesloten op de min. En we zeggen dan dat de diode is aangesloten in doorlaat. Het is hier even belangrijk dat we weten dat dit de anode is en dit de kathode. En de anode is de positieve kant. Dus als je dat wil uitdrukken in een lage structuur, dan is dit het P-materiaal, het positieve materiaal van de chip. En dit is het N-materiaal, het negatieve materiaal van de chip. En als je deze twee zaken combineert, dan heb je een aardig ezelsbruggetje. Knap. En dat staat voor kathode negatief, anode positief. Dus daarmee heb je meteen de polariteit van de diode te pakken. Nou, op dit moment in dit schemaatje zal er door de diode stroom gaan lopen. Het is een gelijkspanning en de diode staat in doorlaat. Maar die diode die gaat niet zomaar geleiden zoals het een weerstand dat zou doen. Maar een diode is als het ware een soort van gestuurde klep. En die zal een gedrag vertonen dat er als volgt uitziet. We hebben het hier over, nu even over een standaard siliciumdiode. En de siliciumdiode die heeft een drempelspanning, daar heb je dat woord, van ongeveer 0,6 volt. En dat betekent dat op deze as dus de voorwaartsspanning staat, U forward. Dus dat is de spanning in doorlaat en dat is deze spanning, U forward. Dit is de stroom die door de diode loopt, I forward, dat is dus de stroom in dat circuit. Ik kan hem er even bij tekenen, I forward, op deze manier. Die stroom die loopt gewoon van plus naar min, dus volgens de normale conventies. En je ziet dus inderdaad dat tot aan 0,6 de diode eigenlijk nauwelijks geleidt. En vanaf die 0,6 volt gebeurt er blijkbaar wat in die PN-overgang, zodat die diode ineens goed gaat geleiden. En dan kan de stroom heel gemakkelijk in korte tijd oplopen bij een hele kleine toename van de spanning. Dus dat is de doorlaatkarakteristiek van een standaard siliciumdiode. En dit is het doorlaatgebied. Nou. Als we de hele zaak omdraaien, dus als we deze bron zouden ompolen, dan gebeurt er wat anders en dan komen we in het spergebied. Dan sluiten we de diode aan in sperrichting. En de karakteristiek die er dan uitkomt, die ziet er zo uit. Dat betekent dat de spanning in de sperrichting best mag oplopen, maar er zal geen stroom door de diode heen lopen. En we hebben dan dus de diode inmiddels omgepolt op deze manier. Dus de anode is dan... Oh, sorry. Moet natuurlijk even andersom zijn. Deze manier. Dus als ik deze, ik zal hem er even apart bijtekenen in het spergebied. Als ik deze schakeling ompol op deze manier, dan nu staat de diode in sper. Dus de positieve kant van de voeding is aangesloten op de negatieve kant van de diode. En er kan geen stroom lopen. Nou, je ziet dat ik hem er ietsje af heb getekend. Dus er zal altijd wel een beetje lekstroom lopen. Maar die kunnen we in de regel in de praktijk verwaarlozen. En dat zijn microamperes of nog minder. Een beetje afhankelijk van type diode. Nou, er is natuurlijk een bepaald maximum ook verbonden aan de diode, afhankelijk van het type. Dus als je de spanning hier al te hoog laat worden, dan zal in de diode de spanning overslaan en is die vernield.
Ook omdat de stroom dan te groot wordt. En dat geldt ook voor de sperspanning. Als je de sperspanning te groot laat oplopen, te hoog laat oplopen, dan zal de diode intern ook breken en stuk gaan. Dus volledigheidshalve, dit is U reverse. Dus de reverse spanning, de sperspanning. En dit is dan vanzelfsprekend I reverse. Dus op deze manier heb je de volledige karakteristiek van de diode besproken. Dan gaan we een datasheet van de diode bekijken. Daarvoor hebben we een zoekmachientje nodig. Deze maar eventjes. Nou, ik neem gewoon de eerste. Dat is trouwens ook een hele bekende gelijkrichtdiode, de 1N4001 tot en met 4007. Dat is een bekende diode die gebruikt wordt voor gelijkrichting, rectifier. Een standaard familie. En misschien kunnen we hier wat interessante eigenschappen over terugvinden. Eens even kijken naar de eigenschappen. De maximum ratings en electrical characteristics. Wat wel interessant is, is de sperspanning die mag worden aangesloten. Dus de peak repetitive reverse voltage. Die is voor een type 4001 50 volt, dus die sperspanning mag 50 volt bedragen. En als je een wat ander type kiest, de 1N4007, dan mag die zelfs 1000 volt bedragen. Dus dit is dan ook een diode die je rechtstreeks op netspanning zou kunnen gebruiken, zonder dat die stuk gaat. De average rectified output current, dus de gemiddelde stroom die door de diode mag heen lopen, is 1 ampère. De forward voltage bij 1 ampère is 1,0 volt. Dus je ziet hier al dat dit afwijkt van de 0,6 volt die ik net noemde als drempelspanning. Dit is namelijk de drempelspanning, de forward voltage. Bij 1 ampère is die spanning blijkbaar veel groter dan 0,6 volt, namelijk bij deze diode 1,0 volt. We rekenen altijd met 0,6 of met 0,7, afhankelijk van eventueel van wat er in de opdracht gegeven is. In de praktijk wil dat nog wel eens variëren met het type diode. En dat heeft puur te maken met de constructie van de chip. Nou, wat is nog interessant? De rest vind ik niet zo heel interessant voor deze keer. Even kijken wat er nog meer te vinden is. Nou, alle eigenschappen worden in zo'n datasheet ook uitgedrukt in grafiek. Bijvoorbeeld, dit is een karakteristiek die laat zien de doorlaatstroom afgezet tegen de temperatuur. Om maar eens wat te noemen. Nou, dat is voor onze toepassingen in de meeste gevallen niet zo interessant. Maar het is misschien wel aardig om eens een keertje te bekijken. Nou, dan zal hier, meestal staat er nog iets over behuizingen. Dat staat hier. Maar er staan geen afbeeldingen bij. Er staat hier alleen maar dat het een DO41 is. Nou, is niet zo interessant. We willen daar liefst natuurlijk een plaatje van hebben. Maar dat staat er in dit geval toevallig niet bij. Oké, dat is een voorbeeld van een datasheet. Dan kijken we naar een leverancier. Laten we maar weer even Conrad nemen. En ik voer gewoon in diode. Oh. Typfoutje, diode. Zo. En dan ben ik natuurlijk benieuwd naar het leverprogramma van deze leverancier als het gaat om typen diodes. En dat zie je hier meteen al. Capaciteitsdiodes worden geleverd. Ze hebben ook bepaalde diode-assortimenten blijkbaar. Diodes standaard, Schottky diodes, transient voltage diodes, Zener diodes. Dus ze hebben allerlei soorten en maten daarin. Nou, wat we nu hebben gevonden is een 1N4148. Dat is een standaard klein signaaldiode. Dus in de voorbeelden heb je daar ook vergelijkbare types van kunnen zien. Nou, die kun je kopen voor het luttele bedrag van 4 cent. Het is onvoorstelbaar, want je hebt hier wel een hele grote fabriek voor nodig om die diodes überhaupt te kunnen maken. Maar er worden natuurlijk miljoenen per dag gemaakt. Eigenschappen van deze diode. 1N4148. De behuizing is een DO35, dus een kleine behuizing.
De forward stroom average is 150 milliampère. Dus je mag daar gemiddeld 150 milliampère doorheen sturen voordat hij stuk gaat. Daarbij gaat hij dus niet stuk, moet ik zeggen. De maximale spanning is 75 volt die je over de diode mag zetten. De maximale reverse voltage is ook 75 volt. De standaard stroom is 150 milliampère. De voorwaartstroom is 150 milliampère en de dissipatie van deze diode is 500 milliwatt. We kunnen even nog in de datasheet kijken. Dus weer een wat ander type datasheet, de 1N4148. Ultrafast switching silicon planar diode. Dus een heel standaard dingetje dat heel veel gebruikt wordt in de industrie. Waar ik naar zocht is, even kijken. Waar ik naar zocht is de karakteristiek en dan specifiek de drempelspanning bij een bepaalde waarde. Hier is die. De forward voltage die is bij 10 milliampère kleiner dan 1 volt. Meer zeggen ze er hier niet over. En wat ook wel aardig is om even te zien is de lekstroom waar ik het eerder over had in de karakteristiek. Oftewel de sperstroom, die wordt hier ook gegeven. En die is bij een sperspanning van 20 volt zelfs kleiner dan 25 nanoampère. En 1 nanoampère is 1 miljardste ampère, dus dat is een vrij kleine sperstroom. En de diode is ook vrij snel, want de diode kan in 4 nanoseconden schakelen tussen forwards en reverse. Forward en reverse. Dus in 4 nanoseconden kan de chip als het ware worden omgepolt in deze diode. Oké. Dat was een leverancier. En dan gaan we nog een paar schema's bekijken. Ik heb 4 redenen geformuleerd waarbij je zou kunnen zeggen ik heb een diode nodig in een schema. Gelijkrichten, stabiliseren, beveiligen en signaleren. De eerste is gelijkrichten. Wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt. Eigenlijk in elke schakeling met een netvoeding kom je zo'n gelijkrichter tegen. En hier zie je hem zitten. Je ziet hier 4 diodes getekend. En die zijn gecombineerd tot zo'n Gretsbrug waar we het eerder over hadden. En die Gretsbrug die heeft ook bepaalde karakteristiek. Die is geschikt voor 80 volt effectieve waarde. En de current is 5000 milliampère als je hem koelt. En hij is 3300 milliampère als je hem niet koelt. Dus dat is een hele typische toepassing van de diode als gelijkrichter. Stabiliseren kun je er ook mee, dan heb je wel een wat ander type nodig. We noemen dat de Zener-diode. Je ziet hier het symbooltje. En hier zit hij nog een keer. En die Zener-diode, als daar stroom doorheen loopt, dan is dat ding in staat om op een vaste waarde, als het ware, zichzelf te stabiliseren. Die waarde die staat er ook bij en die staat ook op de diode zelf. Dus dit is een type van 9V1. Dat betekent 9,1 volt. Hier staat niet een komma, want een komma kan makkelijk wegvallen. Met schrijven valt die makkelijk weg. Als je dit boekje zou kopiëren, kan die makkelijk wegvallen. Dus in plaats van de komma zetten we daar de eenheid neer, de V. En dan staat er 9V1, 9,1 volt. Dus je kunt zeggen in deze schakeling dat hier 9,1 volt staat, altijd. En dat noemen we stabiliseren. Dus als hier de spanning varieert, blijft hier toch die 9,1 volt staan. En die 9,1 volt die wordt hier gebruikt om deze transistor op een vaste waarde in te stellen. Nou, hoe eenvoudig kan het zijn? 1 Zener-diode en je hebt het voor elkaar. Dus dat doen we stabiliseren. Beveiligen. De uitgang van een elektronische voeding die wordt in dit geval beveiligd door een 1N5401. Dat is een vrij grote diode. En het aardige daarvan is dat als je op deze uitgang een verkeerde belasting aansluit of als je hier spanning op aansluit met een verkeerde polariteit, dan zal die diode de rest van de elektronica beveiligen. Dus het is een typisch geval van beveiligen met een diode. En de laatste is het signaleren. Ik kom weer terug op dat eerste plaatje, waar overigens trouwens ook die gelijkrichtdiodes in zitten en dus ook die stabilisatiediodes. Maar hier zie je nog een voorbeeldje.
Dat noem ik dan maar even signaleren. En in dit geval is het een light emitting diode, een lichtgevende diode. Iedereen kent wel dat ding onder de naam LED. En die laat in dit geval zien dat deze schakeling voorzien is van netspanning. Die is verbonden met de voeding. En dat ding heet in de meeste gevallen power op je apparaat. En als dat ding gaat branden, dan, dan is er blijkbaar netspanning. Dus daarvoor worden diodes ook heel veel gebruikt. Dit heb ik genoemd gelijkrichten, stabiliseren, signaleren. Dus hier kunnen we blijkbaar van alles in terugvinden. Nou, gelijkrichten, daar is die. Stabiliseren, hier heb je ook zo'n zenerdiode. Dus als je stabiliseren ziet staan, zoek je naar een symbool van een zenerdiode. Signaleren, hier heb ik een ledje zitten. En er zijn nog wel een paar diodes die dan nog overblijven. Dat zijn namelijk deze twee. En dat is een iets ingewikkelder toepassing. Het is zo dat als hier stroom loopt door deze keten, dan zal over deze diode een spanning vallen van 0,6 volt. Daar heb je hem, de 1N4148, dus in principe kleiner dan 1 volt. En deze spanning die wordt dan weer gebruikt als stabilisatiespanning om deze transistor van spanning te voorzien. Misschien nog een beetje vaag verhaal, maar dit is in ieder geval een extra toepassing van een diode. Je zou dit ook stabiliseren kunnen noemen. Nou, dan gaan we nog naar een korte simulatie kijken. We gebruiken daarvoor Yenka. En ik heb gevonden in de bibliotheek, in de Open Online Bibliotheek, waar je in kunt, daar wordt gesproken over de diode voltage en current. En ik kan het model openen. Daar is die. En wat je ziet is een diode. En die diode die is aangesloten op een spanning. Dus ik kan hier de spanning regelen. En hier is een vast nulpunt. En er wordt gemeten de stroom door de diode. Er wordt gemeten de drempelspanning over de diode. En er wordt gemeten de totale spanning. Nou, nu kan ik de spanning laten oplopen met de muis. En in de grafiek kun je nu zien hoe de spanning en de stroom over en door de diode zich verder ontwikkelen. Ik kan dat ding opregelen tot 10 volt. En blijkbaar is de spanning over de diode toch nauwelijks boven de 0,6 volt uitgekomen. Terwijl de spanning op de hele schakeling maar liefst 10 volt is. Dus die zit hier ergens in de grafiek. Ja, dus die drempelspanning, die diode werkt echt als een ventiel. En komt eigenlijk nauwelijks boven die 0,6 volt. Je kunt het ook in het schema zien, 621 millivolt. Terwijl het restant van die 10 volt staat over een serieweerstandje. En die twee opgeteld is natuurlijk weer deze 10 volt. Totale stroom is ongeveer 1 milliampère. Nou, dat zie je hier ook, hè? Ongeveer bijna 1 milliampère, 938 microampère. En op deze manier kan ik heel mooi laten zien hoe deze diode werkt. Dat was het stukje over de diode, de introductie over de diode. De wikipagina staat hier vermeld, uitstekende bron. En dat was het verhaal.